voicemail van Tom. En Erin! We zijn er nu even niet, dus spreek wat in na de piep. Tom? Tom, neem op. Ik weet dat je er bent. Tom? Luister, Tom. Ik vind dat we moeten stoppen. Het werkt gewoon niet meer. Ik voel er niks meer bij. Dat voel jij toch ook wel? Ik bedoel, we hebben het heel fijn samen gehad. Zoals toen in het park. Samen op een bankje. Ons bankje. Dat was de eerste keer dat we elkaar in het echt ontmoeten. Ik met dat boek en jij met je been. Stiekem wist ik wel dat jij het was. Tom, dat meen ik. Gewoon die kleine dingetjes van ons twee. Jij met dat verzamelen van die gekke boekjes. En ik met mijn favoriete tekel. En dat ik dan boos werd als jij hem had gepakt. En die dag dat we gingen schaatsen. En jij je schaatsen verkeerd had aangedaan. Ik durfde je nooit te vertellen dat ik dat de keer daarvoor ook had gedaan. Mijn moeder vond je ook geweldig. Niet vanaf het begin, dat weet je. Maar ze was uiteindelijk wel blij met je. Misschien... Misschien hadden we het gewoon bij schrijven moeten laten, Tom. Zoals toen je nog in het ziekenhuis lag. Ik kende jou niet, jij mij niet. We hadden alleen elkaars e-mailadres en dat was dat. Geen kaarslicht, geen gedeelde tent. Niet samen naar de IKEA of naar de film. Waarom hebben we het daar niet bij gelaten? Ik bedoel, ik denk niet dat ik er leuker op ben geworden. Jij ook niet. Maar allebei niet, Tom. Dus, wat ik wil zeggen is... Ik stop ermee, Tom. Je vindt vast wel weer iemand. Daar hoef jij je toch geen zorgen over te maken. Succes, Tom.